Het toevoegen van nieuwe gebruikers met beheerdersrechten in Google Workspace is makkelijker dan ooit tevoren. Ga naar admin.google.com, klik in de linkerzijbalk op Directory Gebruikers of klik hier gelijk op Beheren. Selecteer dan de optie Nieuwe gebruiker toevoegen en geef de gebruiker zijn naam. Vervolgens kun je eventueel nog zelf een wachtwoord aanmaken of automatisch een wachtwoord laten genereren. En daarna klik je op Nieuwe gebruiker toevoegen. Nou, dat wachtwoord dat kun je afdrukken of bijvoorbeeld via de mail versturen naar, in dit geval, Calvin. Ik ben nu klaar met het aanmaken van dit account. Ik ververs de browser, zodat de gebruiker hier tussen staat. En zodra ik op zijn naam klik, kan ik hier onder het kopje beheerders rollen en rechten een rol toewijzen. Door op deze link te klikken, zie je alle vooraf ingestelde rollen uitgelegd door Google. Zodra ik hierop klik, opent de kennisbank en zie je precies wat al die rollen inhouden. Zo kan iemand met de beheerdersrol gebruikersbeheer accounts maken en verwijderen. In dit geval kies ik ervoor dat Calvin hoofdbeheerder wordt en daarmee toegang krijgt tot alle appsinstellingen, gebruikers toevoegen en verwijderen, maar ook bijvoorbeeld de facturering van mijn Google Workspace licentie. Zodra ik nu op opslaan klik, is de rol actief en heeft hij dus de beheerdersrechten. Om zijn rol uit te schakelen, ga ik weer terug naar gebruikers. Open ik de gebruiker opnieuw. Daarna ga ik opnieuw naar beheerdersrechten. En schakel ik deze rol nu uit. Nu is hij dus geen beheerder meer. Maar voordat dat zover is, klik je eerst nog op opslaan. Nou, en dat is in een notendop hoe je een gebruiker kunt toevoegen in Google Workspace met een beheerdersrol. En zoals gezegd kun je aan de hand van deze link zien wat de standaardrollen van Google precies betekenen. Nou, vond je deze video nuttig? Laat dan een duimpje omhoog achter of vertel me wat er aan de hand was. Dan help ik je graag verder. Succes!